vanochtend wakker werd en uit mijn nestje kroop. Keek ik echt enorm uit naar dit moment. Rijden met de nieuwe Countryman Works in het zonovergoten Zuid-Limburg op deze prachtige wegen. Er zat alleen één obstakel in de weg en dat was de nieuwe Cooper S Plug-in Hybrid. En dat is een auto waar ik niet echt bijzonder naar uitkeek. Maar we begonnen in het centrum van Maastricht, stadsverkeer, op pad met die hybrid. En na een paar kilometer wist hij me eigenlijk al echt te verrassen, want we hebben hiervoor met een normale, traditionele Cooper S gereden, met de 2 liter turbo. En die plug-in hybrid heeft een 1.5 turbo, 3 cilinder, met een elektromotor. Een beetje dezelfde setup als een BMW i8. Maar dan met 224 pk, 136 pk van de benzinemotor en 88 van de elektromotoren. En als je in de stad rijdt, maakt hij eigenlijk enkel gebruik van die elektromotoren. En dan voelt hij echt heel torquey en krachtig aan. En dat rijdt zo ontzettend fijn. Je hoort ook helemaal niks. Het is super comfortabel eigenlijk. Maar als je dan af en toe even wil invoegen of je moet even een afslag halen en je geeft gas, dan voel je die 224 pk en dan voelt hij echt krachtiger dan die normale Cooper S. En dat is dus eigenlijk wel leuk. Wat ik dan weer iets minder vind aan de auto, ze hebben hem gestileerd en gepositioneerd als een hybride Cooper S. Maar ze hebben ervoor gekozen om hem maar één uitlaatje te geven. En dat is om ook uit te stralen dat het een schone auto is. Ik vind voor de esthetische waarde toch mooier als er 2 uitlaatjes op zitten. Maar goed, daar kan ik ze vergeven. Kortom, een erg fijne, comfortabele auto voor elke dag. En wat mij betreft een betere auto dan de traditionele Cooper S Countryman. Kan gewoon net iets lekkerder overweg met het gewicht. En daarna was het zover, het moment waar ik zo naar uitkeek. Nu is het zover, het moment waar ik zo naar uitkeek. De Works versie. 231 pk. 6,5 seconden naar de 100. Een hoop kabaal. En dat is ook hoe de auto voelt. Het is echt de kers op de taart van de Countryman. En wat ook leuk is van de Countryman, het is de belichaming van de nieuwe kleine rol die Nederland speelt binnen de automotive. Want VDL Netcar in Born is verantwoordelijk voor elke Countryman die je ter wereld ziet. Bij de normale Cooper S met 192 pk, het klinkt leuk, maar echt snel is het niet. Maar deze auto met 231 pk is echt heerlijk om een beetje mee te gaan sturen. Het is niet een supersportieve auto. Het is niet een alternatief voor een Porsche Macan Turbo. Maar het is vooral een leuke auto om een beetje mee te sturen. En that's it. Het is gewoon een lekker funky bommetje verpakt in een SUV. Precies wat ik ervan verwacht had. Het voldoet aan de verwachting, maar hij overtreft ze niet. En dat heeft die hybrid eigenlijk wel bij mij gedaan. En mijn conclusie is dan eigenlijk ook dat dat de lekkerste motorisering is van de Countryman. En ja, dat heeft mij echt enorm verrast.